Er zijn van die boeken die, als je het Neerlandici vraagt, altijd hoog scoren. Een van die boeken is De Avonden van Gerard Reven. Hier in de uitgave die is een strip voor horror door Dick Matenaar gemaakt. Waarbij de volledige tekst ook nog gevolgd wordt. Dus het is niet een soort inkorting of zo. Nee, dit is de volledige avonden, maar dan in die prachtige grijs-wit, mooie, grauwe vormgeving als stripverhaal. Een ander verhaal, een ander boek dat altijd terugkomt in lijstjes van favorieten van Neerlandici, dat is Van de Vos Reinaerde. Mag natuurlijk niet ontbreken. Dat behoort tot de klassieken van de wereldliteratuur. En wat ook heel vaak terugkomt, dat is Max Havelaar van Multatuli. Als je een docent in Nederlands vraagt, wat is nou eigenlijk zo'n beetje het allerbeste boek uit de Nederlandse literatuur? Dan krijg je zeer waarschijnlijk één van deze drie te horen. De Avonden van de Vos Reinaerde of Max Havelaar van Multatuli. Is dit ook het allerbeste boek uit de Nederlandse literatuur? Nou ja, nee. Nou, ja, weet ik niet. Ja, ik weet het eigenlijk niet. Want dat is natuurlijk ook een persoonlijke keuze. En ik persoonlijk vind De Avonden echt geweldig. Ik vind Van de Vos Reinaerde ook geweldig. Die staan bij mij heel erg hoog in mijn top 10. En als je aan mij vraagt, wat staat er nog meer in de top 10? Nou, ik zou het eigenlijk nu zo gauw niet weten. En Max Havelaar zet ik daar toch niet in. Ik vind Max Havelaar wel een heel erg gaaf boek. Maar hij behoort niet tot mijn favorieten. En dat komt, denk ik, door toch wel die vreselijke Max Havelaar. Die deugt zo. Die heeft zo goed voor met de mensen. En dat is jammer. Want het is veel leuker om te lezen over een pestkop. Een bad guy. Of als je aan acteurs vraagt, wat zijn nou de leukste rollen? Iedere acteur wil natuurlijk graag James Bond spelen. Daar krijg je ook namelijk heel veel geld voor. En ja, dat is toch wel, dat is natuurlijk heel erg leuk. Maar eigenlijk, acteurs spelen veel liever de bad guy. Die spelen veel liever de schurk in het verhaal. Want die, ja, daar kun je meer kanten mee op. Iemand die goed is, is goed. Maar iemand die slecht is, is niet per se alleen maar slecht. Die is ook bijvoorbeeld toch heel lief voor dieren. Of die heeft in het verleden iets meegemaakt waardoor hij slecht geworden is. Daar zit veel meer in. Daar zit veel meer psychologie achter waar je als acteur iets mee kunt. En met lezen geldt hetzelfde. Als je een boek leest over alleen maar brave mensen, met een brave hoofdpersoon, dat gaat toch vervelen. En ik vind die Max Havelaar figuur vind ik eigenlijk vervelend. Niet dat hij de hele tijd braaf is, want het is ook wel gewoon een naar mannetje hoor. Maar waarom gaat het verhaal eigenlijk niet over Batavus Droogstoppel? Want Batavus Droogstoppel, dat is toch eigenlijk wel de slechterik in het verhaal. En dat maakt het ook. Wat mijn favoriete scène is eigenlijk gewoon het begin. Ik vind het begin, de eerste paar bladzijden van die dus gaan over Batavus Droogstoppel, dat is toch geweldig. Hè? Ik ben makelaar in koffie en woon op de Lauriergracht nummer 37. Het is mijn gewoonte niet, romans te schrijven. Oké, dus we hebben hier een roman in handen. En iemand stelt zich voor. En die zegt, het is mijn gewoonte niet om romans. Oké, maar blijkbaar heeft hij het wel gedaan. Nou, dat vind ik interessant. Dan hebben we meteen, als je dan doorleest, dan komt dat die makelaar een koffie is en op Lauriergracht 37 komt nog een aantal keer. Dat wordt een soort running gag. En dat vind ik eigenlijk heel erg grappig gedaan. Dus Multatuli opent hier, wat mij betreft, heel goed. En grappig en nieuwsgierigmakend, maar hij lost het wat mij betreft niet. Dus neem niet weg, ik vind het niet een slecht boek. En zeker niet als je dan gaat kijken naar hoe het opgebouwd is met al die verschillende personages. Want die Droogstoppel, die komt dan Sjaalman tegen, die krijgt dan dat pak van Sjaalman, dat is ook nog interessant. En dan gaat hij erin kijken, snap je al niet zoveel van. Dan geeft hij dan zijn Duitse stagiaire sterren. Wat doet die Duitse stagiaire nou toch weer daar? En dan moet die sterren, die moet dan met die Nederlandse verhalen daar dan een boek van gaan maken. En dan komt dan die Max Havelaar komt erin voor en die vertelt dan ook weer een verhaal. En op een gegeven moment loopt een beetje als lezer dus ook gewoon niet meer. Waar ben ik nou precies?
precies wie is hier nou de hoofdpersoon, wie is aan het woord. Nou, op internet kun je natuurlijk allemaal schemaatjes vinden waarin het uit de doek wordt gedaan. Dat is allemaal heel erg leuk en goed en aardig. En uiteindelijk lijkt het erop dat die Multatuli, die Eduard Douwes Dekker, als hij dan daadwerkelijk heet, het ook niet meer weet. En dan stopt hij met zijn verhaal en dan krijg je dat slot-essay waarin hij zegt van ja, het gaat allemaal verkeerd in Nederlands-Indië en wij moeten daar als Nederlanders dan orde op zaken stellen. We moeten er een leger op afsturen om daar dan even korte metten mee te maken. Dus dan krijg je dat die Eduard Douwes Dekker, die is dan Multatuli. En die Multatuli is dan tegelijkertijd, is hij natuurlijk ook die Bataafse droogstoppel. En waarom vind ik het, dat is heel, heel goed gedaan, heel knap gedaan. Het is eigenlijk heel erg ja, modern, zou ik bijna postmodern kunnen noemen. Een van de mooie vroege postmoderne romans uit de Nederlandse literatuurgeschiedenis, uit de 19e eeuw. Dus dat kan ook helemaal niet postmodern zijn. En die Multatuli, die flikt het dan toch maar weer wel. Maar waarom niet meer droogstoppel? Die droogstoppel is the man you love to hate. En dat is, ja, eigenlijk droogstoppel draagt het verhaal. En nee, droogstoppel verdient eigenlijk gewoon zijn eigen boek, zijn eigen verhaal. En als je het zo leest, dan er valt veel te genieten aan Max Havelaar. En een goede koffie van een bananen en zo. Maar er is te weinig droogstoppel. Dus meer droogstoppel alsjeblieft, Multatuli, als je het boek nog eens een keertje gaat herschrijven.